startte de actie met een fluo-dag. Onze meester fietst over de speelplaats, helemaal verkleed in fluo. De fiets is ook heel mooi aangekleed met ballonnen. Daarna verzamelden de leerjaren op de speelplaats en starten we met een toneeltje. Het belang van een actie zoals Helm op Fluo Top is natuurlijk om de zichtbaarheid in het verkeer nog extra te benadrukken, want we kunnen het belang daarvan natuurlijk niet onderschatten. Ook voor de kleine kinderen is het natuurlijk enorm belangrijk dat we dat vanuit de school mee stimuleren. Als je ziet dat ze vandaag bijna allemaal al in Fluo naar school komen, dan denk ik wel dat de kinderen daar zeker mee aan de slag gaan en thuis er ook over praten. En daarom het belang thuis ook nog eens extra met mama en papa bespreken, waardoor dat ze vaker het fluo-hesje zullen dragen. Wat heb jij aan? In de winter laat ik er wel op, omdat het dan wat vroeger donkerder is, laat ik er wel op dat ik mijn fluo-hesje aandoe, want anders word ik aangereden en dat heb ik niet zo graag. Ik doe in de winter een hesje aan, zodat de mensen mij goed kunnen zien. Ik vind het zelf heel fijn dat kinderen echt effectief stickertjes kunnen plakken. En natuurlijk in de hogere leerjaren is het heel fijn dat ze dat digitaal kunnen doen. Het gaat mee met hun tijd natuurlijk. Lichte reflectoren, zichtbaar op de straat. Ik vind het makkelijker digitaal, omdat je dan niet je kaart kapot kan maken en kwijt kan raken. Als zij 's morgens de klas binnenkomen, staat het smartbord op. Zij komen aan het bord, zij tikken aan of ze een helm of een fluo-hesje aan hebben. En dat is het voor hen.